vele criteria, denk ik, om een gemeente te beginnen. Voor ons was heel belangrijk dat het een groeikern was, het liefst ook in de Randstad. En wat voor ons heel belangrijk was, dat het niet alleen een groeikern, een groeigemeente was in de Randstad, maar ook dat de buitenkerkelijkheid groot was. Want wij wilden heel specifiek mensen van buiten de kerk bereiken met het evangelie van Jezus Christus. Nou, hoofdwerp was een groeikern, is het eigenlijk nog steeds, met ontzettend veel gebouwd, dus heel veel nieuwe mensen, jonge gezinnen. Dat was onze doelgroep. Toen wij begonnen met een handje vol mensen, heb ik ze op een gegeven moment zo'n koor aangegeven. En zei, zou jij bereid zijn? Zelf te geven en door het geloof te verwachten dat we onszelf mogen vermenigvuldigen en dat hier op een dag een gemeente zal zijn van honderden, 500, 600, misschien wel 1000 mensen. En als we nu terugkijken, dan is heel veel daarin vervuld eigenlijk. Jezelf geven, vermenigvuldigen. En ja, een prachtige oogst. 3,5 jaar geleden ben ik een keer meegegaan en eigenlijk blijven hangen. Ik plaatste die advertentie omdat ik moeite had met een persoonlijke situatie. En toen kreeg ik dus iemand van de kerk op mijn dak, onder andere. Maar zij nam mij mee naar de kerk en ik ben er gebleven. Ik ben in de meerkerk terechtgekomen naar aanleiding van het bezoek 3 jaar achtereen van de kerstnachtdienst die door de meerkerk werd georganiseerd. Ja, we organiseren per jaar 2 speciale diensten. Dat is een kerstnachtdienst en een paasdienst. En die zijn in Schouwburg. Hoofddorp. En dat doen we met een speciale reden, omdat de drempel van de kerk is voor mensen toch vaak nog heel hoog. En de schouder is toegankelijker. En er is ook gebleken uit de enquête die we in de meerkerk gehouden hebben, dat heel veel mensen toch naar aanleiding van die kerstmarktdiensten of de paasdiensten in de meerkerk gekomen zijn. Elke keer in de kerk iets mee te krijgen waarmee ik verder kan, waarmee ik aan het denken word gezet, waar ik iets aan heb. Ik kom naar de kerk met de verwachting dat ik een ontmoeting kan hebben met Jezus Christus zelf, maar ook met zijn kinderen. Ja, van elkaar kunnen leren, van elkaar bij elkaar kunnen zijn en de warmte ervaren ook. Ja. De openheid, het wordt allemaal heel alledaags verteld. Nou ja, hier in de Haarlemmermeer, akkerbouw, heel veel graan wordt verbouwd. De graankorrel. Ja, het symboliseert het leven, het brood, dagelijks brood wat we nodig hebben. Maar nog veel meer ook het geestelijke brood. En Jezus zegt, ik ben het brood des levens. En dat leven ook in overvloed, dat zouden we zo ontzettend graag willen delen met heel veel mensen. En daarom dat we het ook in ons logo hebben. En een gestileerde M in de vorm van een korenschoof. Die M wijst weer op de meerkerk. De meerkerk, er moet ook meer zijn. De Haarlemmermeer. Anders is dat we niet alleen kerk op zondag willen zijn, maar juist ook door de week. Eigenlijk elke avond en soms ook overdag zijn er activiteiten in en rond de meerkerk. Dat is voor ons heel belangrijk, de huiskring, waar mensen in een kleine kring met elkaar optrekken. Dat kunnen jongeren zijn, dat kunnen jongvolwassenen zijn, we hebben zelfs een seniorenhuiskring voor 55-plussers. En daar wordt ook gedeeld. En dan heb je ook wat meer kans om iets met elkaar te delen van jezelf in kleine kring. De zondag is toch wat massaler, maar daar in kleine kring kun je er voor elkaar zijn. Dan hebben we ook nog andere activiteiten. Dinsdagavond onze gemeenteavonden. We hebben zelfs vrouwenactiviteiten, 1 keer in de maand, vanavond, zelfs in de ochtend, waar dan weer crèche is, zodat ook moeders heel makkelijk kunnen komen en kindjes in goede handen kunnen achterlaten en zelf even eerlijk met elkaar bij elkaar zijn. Kortom, ja, voor jong en oud is er wel iets in de meerkerk en dat 7 dagen per week. En dan, 2 keer per jaar, hebben we 2 maal heel bijzondere diensten. Dat zijn onze theaterdiensten. En toen we uitgenodigd werden om een televisie
televisieopname